Hoi, het is alweer een tijdje geleden en ik heb nu weer wat meer tijd, dus ik ga weer even een soepje maken. Ik ga nu een prei aardappelsoep maken. Ik heb ook nog wat spek die ik ga bakken. Ik heb cheddarkaas, een beetje room, een liter water, twee bouillonblokjes en ik heb nog wat knoflook. En dan gaat natuurlijk nog wat zout en peper in naar smaak. En helemaal op het eind doe ik er nog wat bieslook overheen. Ik zet de hoeveelheden in de beschrijving onder de video. Dus we gaan nu eerst beginnen met het bakken van het spek. En daarna haal ik dat er weer even uit. En dan gaan we verder met de volgende stap. Nou, de spek ben ik gewoon lekker aan het bakken. Ik bak het gewoon zodat het gewoon lekker mooi krokant is. En dan haal ik het uit de pan. En dan doe ik zo meteen de prei erbij. Ik heb de spek uit de pan gehaald. En dat gewoon lekker laten zitten. Want er zit ontzettend veel smaak aan. Dus nu ga ik de prei erbij doen. En dat gaan we lekker even zacht maken. Je hoeft het niet heel fijn te snijden, want alles wordt straks nog helemaal fijn gemaakt met de blender. Dit gaan we nu eerst even goed een beetje bakken. Het hoeft niet bruin te zijn als het nog zacht is. Nou, de prei is inmiddels zacht geworden. Nu ga ik er de knoflookteentjes door doen. Dus die ga ik even in de pers fijn persen. En dan gewoon nog even een minuutje mee en dan gaan we verder met de volgende stap. Nou, nu doen we de aardappels erbij. Dat ga ik gewoon even goed doorroeren en dan doe ik een liter water erbij en de bouillonblokjes. En dan gaan we het gewoon even gaar koken, de aardappels, en daarna gaan we weer verder met de volgende slag. Ik heb inmiddels ook wel zout en peper erop gedaan. Ik begin altijd met wat minder, dan kan ik het straks altijd even kijken of het nog wat extra nodig heeft. Een liter water erbij. En de bouillonblokjes. Zo. Nou, dan gaan we even roeren. En dan ga ik even aan de kook brengen. Nou, de soep kookt inmiddels. En nu ga ik het zacht zetten. En dan laten we het gewoon koken totdat de aardappels gaar zijn. Dus ik gok dat het met een 15 minuutjes, 20. Dan ga ik er even kijken. En dan zal het wel goed zijn. De aardappels zijn ondertussen gaar. Wat ik niet gezegd had, maar ik heb hem er net uitgepakt. Ik heb er een laurierblaadje in gedaan en ik heb er twee takjes tijm in gedaan. Dus die moeten er nog bij. Ik ga nu alles eventjes met een staafmixer helemaal glad maken. Dan doe ik er ook nog cheddarkaas bij. En dat ga ik er ook nog even doorheen mixen. En dan komt zo meteen de laatste stap. Nou, hij is mooi glad. Nu doe ik er nog room bij. Zo, nou dan zijn we klaar om te eten. Nou, de soep is helemaal klaar. Ik heb wat spek erbovenop gedaan, een beetje bieslook erbij. En de rest van de spek heb ik gewoon weer door de soep geroerd. Dus heerlijk, lekker eten. Een lekker stevig soepje voor de middag in een beetje koude tijden.